Ik wil op deze vlog wil ik eigenlijk een paar puntjes met jullie doornemen. Wat eigenlijk belangrijk is waar we moeten opletten tijdens het zeebazen. Want ik heb de laatste weken hartstikke leuk gevangen. Aantallen gevangen, kleine tot 60 plus 70 plus tegen de 70 aan. Maar waar ik eigenlijk mee wil beginnen, want ik laat straks in de video's ook zien waar ik vis verspil en natuurlijk ook mooie vissen vang. Maar ik wil hoofdzakelijk met de voorslag beginnen wat we gebruiken. Heel vaak doen we het voorslag niet meer controleren. Nou, dat is, daar maak ik zelf ook heel veel fouten mee. Ik denk van nou, even laatste worp. Kijk nu ook. Het is eigenlijk beschadigd. Dus gewoon eventjes inkorten waar het beschadigd is en een nieuwe knoop zetten. Want ik laat straks in het video zien dat ik met een hele korte drill, dat ik het vis verspil door mijn voorslag. En waar we ook op moeten letten, niet alleen de voorslag natuurlijk, je slipafstelling. Heb je een stugge hengel? Heb je een stugge hengel, dan vangt je hengel al de klap niet op, omdat die hartstikke stug is. Nou, ik heb daar een zachte hengel, dus mijn hengeltop die pakt sowieso al de eerste klap op. En dan pas mijn slip. Maar heb je een stugge hengel, dan moet je slip het werk doen. Dus je moet hem echt zo afstellen. Wat ik altijd doe, voordat ik begin te vissen, tenminste die van mij staat dan nu afgesteld. Dan haak ik mijn kunstaas ergens tegen een hek. En dan begin ik mijn hengel echt keihard te trekken, dat mijn hengel krom staat. En dan stukje voor stuk terugdraaien. En zodra mijn hengeltop dan rustig begint terug te komen, echt rustig, dat die hengeltop weer langzaam terugkomt, dan heb je je slip eigenlijk afgesteld op de trekkracht van je gevlochten lijn. Dan zit je altijd goed, dus als je dan een goede aanbeet krijgt, dan komt je slip in werking. Dan is het gelijk afgesteld op je hengel en je lijn. Kijk, ik heb een zachte hengel, dus ik moet hem tijdens het afstellen moet ik hem aardig gaan trekken. En dan stel ik hem af en dan hoor ik mijn slip alvast gaan. Tik, tik, tik. Nou, dan heb ik hem goed afgesteld, niet meer aankomen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke punten. Heel kort over uitleggen welke kleur ik wanneer gebruik. Nou, wit gebruik ik in elke omstandigheden, echt elke omstandigheid. Mooi weer, ruwe zee, troebel, helder, wit, altijd. De Electric Blue, wat gewoon Nederlands favoriet is. Zodra ik het gevoel heb van, hé, ik moet mijn hoofdlamp gebruiken, dan schakel ik sowieso over op Electric Blue. Nou, het is vandaag zoals je ziet, lekker zonnig weer. Niet te ruwe water. Nou, dan kunnen we gewoon khaki gebruiken. Mijn voorkeur gaat een beetje naar de Fluo Yellow. En in dieper water kunnen we de UV kleuren inschakelen, zoals de Fluo Yellow, Pink Fluo. Kunnen we ook inschakelen. Op stekken met oesterbanken, ja, dan ben ik toch een beetje het favoriet van de khaki glitter. Er zit toch een beetje de kleur van een garnaaltje in. En wat ook heel goed werkt, als je echt denkt van, hé, ik moet een zonnebril op, zo fel, wijd glitter. Super, echt super. Dus dat is een beetje de kleuren wat ik gebruik in diverse omstandigheden. En zit je nog steeds te twijfelen, neem dan wit. Echt waar, wit. Ik zou zeggen, blijf kijken. Straks in de video laat ik zien dat ik een vis verspil en dat ik ook een mooie vis eruit haal. Maar ik ga ondertussen ook weer vissen.
Martinez. Niet te geloven. Dat is een mooie, zeg. Ja, een dikke. Zo! Oh! Eerste worp! Heb je wel aanstaan? Ik heb hem aanstaan! Zo! Tering, zeg! Blikmino, Fluo Yellow. Ja, mooi. Kijk. Je checkjes is niet zo mooi. Nee, maar Nee, maar...